Reality-serie Familie Gillis, Massa is Kassa. 6 afleveringen lang volg je het rijlen en zeilen van de familie, eigenaar van een heus vakantieparken-imperium. Die gestroomlijnde bolide is van de iets minder gestroomlijnde Peter Gillis. Directeur, eigenaar, enig eigenaar, Oostappengroep, vakantieparken. En tegenwoordig heeft hij ook nog hulp. Kom eens een beetje stout. Geen idee wat hij daarmee bedoelt, maar die behulpzame meid is wel 30 jaar jonger. Ook Peters 3 kinderen werken in de zaak. En met alle liefde en geduld van de wereld leert hij ze het vak. En die ouwe bedoelt het niet slecht. De ene uit het zo en ik zit zo in elkaar. Nou, en de familie Gillis zit hier aan tafel. Jongens, jongens, het is toch wat? Een heuse real-life soap, Peter. Ja, ja. We waren gevraagd door Concept Street en Talpa. En in eerste instantie hadden we gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Hè, want we hebben het eigenlijk al druk zat met onze vakantieparken. Nou, ze bleven maar bellen. Roy Aaldrink, die bleef echt aanhouden. Tot op een gegeven moment hebben we toch als familie gezegd, nou, weet je wat, we gaan het toch eens doen. Laat echt familiebedrijf, zoals wij in elkaar zitten, keihard werken. Laat dan Nederland maar eens kijken, hè, wat ooit heel makkelijk denkt. Hè. Peter rijdt een grote auto of dit, maar het is altijd werk en sjouwen. Laat dan heel Nederland maar eens kijken, jongens. Hè. Hoe zit nou een familiebedrijf in elkaar? Ja. En gewoon plat. En het wordt een beetje gepresenteerd als het moet een beetje het grote succes na de Meilandjes worden. Hè? Het vorige reality soap. Ik denk dat de omroep waar dit wordt uitgezonden, dat ze dat hopen. Nu hebben zij natuurlijk dat wijnen, wijnen, wijnen. Hè? Wat is nou jullie slogan? Ik geloof Kassa is massa, hebben we gezien? Ja. Ja. En dat moet nou straks iedereen in Nederland gaan zeggen? Ja, ik gok er wel op. Nu als we langskomen bij mensen op de camping, dan roepen ze al. Dus ik gok wel dat heel lang gaat blijven hangen bij iedereen. In ieder geval die ons kent. En ik hoop bij de rest van Nederland ook. Ja, want we leren jullie gezin natuurlijk een beetje kennen. En ook hoe jullie elkaar hebben ontmoet. En dat moet je toch even vertellen. Want ik was er toch wel een beetje van dat ik dacht, nou, jij werkt op het vakantiepark. En toen was het zo in de zin van, nou, is een lekker wijfie, zullen we een keertje koffie drinken? Zo is het gegaan ongeveer. Is dit een samenvatting? Zoiets, leg het eens uit, Nicole. Ja. Nee, ik werkte op het hoofdkantoor. En ik was even buiten pauze aan het houden. En Peter kwam toevallig aanrijden. En we raakten in gesprek. En toen ging Peter naar binnen. En toen zei hij, ja, je bent echt een lekker wijfie. Zullen we wel eens een keer koffie drinken? Ik zei, nou, dat zullen we nog wel eens even zien. En ik stapte in mijn auto en ik reed naar huis. En ik was al 40 keer gebeld voordat ik thuis was. Zo. Dus de aanhouder weer. Hij liet me groeien. En toen zijn we koffie gaan drinken en zo hebben we elkaar leren kennen. En nou, zo zit je dus ineens in een reality soap over het rijlen en zeilen van de familie. Mark, jij beheert ook een park in België. Voordat we gaan bespreken hoe dat gaat, even wat beelden daarvan. En vooral de samenwerking met je vader. Ja, dat werkt zo door die man. Ja, je helemaal de kriebels van. Ik moet over 3 dagen gewoon klaar zijn en open. Ik weet niet wie je de boel aanstuurt, hè, maar dat zou ik zo nooit doen. Ik zou het echt niet weten. Wie kijkt er hier naar dan? Niemand? Het is mij niet. Ik heb het niet gezien. Ik dacht dat het water er al in zat, tegen zee. Ja. Daar hebben ze nietjes ingeslagen, spijkertjes. En dan krijg je het met chloor en dan is dat binnen een jaar aan het roesten. Dat is allemaal werk van Jan Lul. Plat gezegd. En wat is dit? Opvulmateriaal. Waarvoor? Ik zou het niet weten. Oh, jammer. En dit heeft een kolokje toch nog rood? Dat was al rood, hè? Ja, maar nou heeft het opnieuw geschilderd, toch? Ja, ja. Nou, ik denk dat dit niet opnieuw geschilderd is. Nee, maar ik weet het ook niet zeker. Er staan hier lijnen. Lijkt wel een Franse snelweg. Kende? Ado. Succes ermee. Goed. Gelukkig hoeft het pas over 3 dagen klaar te zijn. Ja, Mark, hoe gaat de samenwerking? De samenwerking met ons gaat gewoon eigenlijk kei plat. Dus ja, we gaan lekker met elkaar om. Maar we kunnen ook wel zo gewoon flink tegen elkaar ingaan. En daar gaat zo bij ons in het familiebedrijf. Ja, en hoe is het voor jou om hem terug te zien? De eerste keer dat ik het terug zag, was het natuurlijk wel even wennen. Want ja, het is even natuurlijk wennen en links en rechts. Maar we zijn zo gewend aan elkaar. Het is gewoon, voor mij is het gewoon dagelijks kost. Dus. Ja, maar waar straks wel iedereen van kan meegenieten in heel Nederland. Hè? Zijn jullie daar een beetje klaar voor? Ja, we zijn er echt klaar voor. We hebben natuurlijk al heel veel dagen gefilmd. Ik denk bij elkaar 50, 60 dagen. Alles laten zien. Dat we in bad zitten, discussies met mijn zoon. De hondjes naar de kapper, de nagelstudio, allerlei dingen. Jongen, ik hoop dat heel Nederland gaat kijken. Dat ze gewoon kunnen zien hoe het gaat. Ik wil even iets corrigeren. Mark is natuurlijk niet een beheerder van een park. Mark, leg eens uit wat je precies doet.
Hey, ik ben deels operationeel manager. Duidelijk wie de paterfamilias is hier, meneer Gillis. Nee, van een aantal parken. Dus, ik doe dat samen met een collega en met Ruud, mijn broer. En zo zie je dus hoe iedereen zijn eigen rol heeft. En het is natuurlijk heel leuk, al die dingen die we zien. We zien geloof ik ook nog hoe je op dieet gaat en hoe dat verloopt. Maar met al die schijnwerpers is er natuurlijk ook een keerzijde. Er verscheen nog een artikel in Quote, zeer kritisch artikel over de wandel en handel binnen het bedrijf. Schrik je daar dan van? Nee, daar schrik ik niet van. Dat is ook, denk ik, een journalist. En die heeft vrijheid van schrijven en mening. Je zit daar, denk ik, of niet? Ik heb, met Sander, die ken ik wel. Hè, want ik was wel mooi dat hij zegt, hey, vakantieparkenkoning, dank u wel. Maar ja, kijk, hoge bomen vangen veel wind. En die man die schrijft allerlei dingen. En als ze waar zijn of niet waar, als ik al een stukje lees. En ik lees, ja, mensen willen anoniem blijven. Dan heb ik al zoiets van, jongens, dat kan iedereen schrijven. En ja. Ik heb hem ook aan de telefoon gehad. Niet alles is natuurlijk anoniem. Het is algemeen bekend dat er wat rechtszaken lopen waar je in verwikkeld bent. Hè. De Fiat is bij jullie langs geweest. Ja. Er zijn natuurlijk wel wat dingen. En dan vraag ik me af, laat je dat ook zien in die serie? Ja, ik denk dat wij heel veel dingen laten zien in de serie. Maar ik zou zeggen, ga ze allemaal bekijken. Geheimen hebben wij niet. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Krijgen jullie dan ook nog van SBS6 betaald als jullie dit doen? Of betalen jullie SBS6? Nee, we doen alles per deo. Zo zitten wij als familie wel in elkaar. Ja. Goede doelen, dat met alle plezier. Maar waarom doe je hier aan mee? Want ik ken natuurlijk best wel wat rijke mensen via mijn werk. En ja, die zitten hier niet echt op te wachten. Wat is voor jullie de reden om hier aan mee te doen? We hebben wij besloten om te doen. Namelijk ook mensen die ooit negatief zijn. Jongens, laat nou maar zien hoe nou een familiebedrijf werkt. Laat ze maar eens een keer achter de schermen meekijken. Ja. Dan gaat het niet altijd even makkelijk dag in, dag uit. Dus laten we allemaal maar eens kijken. Dan ziet ook heel Nederland, of nog verder buiten Nederland, wat je er allemaal voor moet doen. En dan krijg je het allemaal niet voor niks. En rechtszaken, ja, ooit ontkom je er niet aan. Ja, want er zijn behoorlijk wat mensen op uw parken die klagen over de vervallen staat van die parken. Die zeggen dat u de huur verhoogt zonder daar goede reden voor te hebben. Dan lijkt het me een beetje ingewikkeld als u zo uw rijkdom toont op televisie. Maar de huurders eigenlijk zeggen dat de boel aan het vervallen is. Ja, maar ik heb zoveel tevreden klanten. Die parken zitten ook allemaal hartstikke vol. Ja. Ik weet waar je op doelt. Het gaat natuurlijk over Parelstrand. Daar zitten asielzoekers. Ja, het is een Belgisch park. Ja, dat is een maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zijn ook keuzes die je maakt. Maar het zijn wel degenen die ook hard klagen met de vervallen dingen. Huurachterstanden. En dan zeggen ze, ja, hey, Gillis, sluit de nuts af. Maar ja, als mensen de nuts niet betalen en we gaan in gesprek, en dan krijgen ze een herinnering, dan betalen ze nog niet. Ja, hetzelfde als jij thuis woont en je betaalt de nuts niet. Dan gaat ook de aardlek om. Maar gaan we dat ook zien? Nou, er zit een stuk in de serie, dus iedereen gaat kijken. En geheimen heb ik niet. En ik loop er ook niet voor weg. En dan vind ik een heel mooi stuk in de quote. Die zegt, ja, Gillis durft er zelf niet te komen. Nou, ik kom er regelmatig, onze markt komt er regelmatig. Bedreigd ben ik niet. Maar je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Nee, u maakt zich geen zorgen. Nee. Nee. Waar kijken jullie zelf eigenlijk het meeste naar uit? Naar, zeg maar, als mensen dit gaan zien? Want ook ingewikkelde, lastige vragen zullen natuurlijk ook misschien komen. Nicole? Ja, klopt. Ik denk dat ik het meest uitkijk dat mensen dus echt zien dat het allemaal niet aankomt waaien. Wat ze dus wel denken. Denken ze dat, ja? Ja, veel mensen wel. Als ze ons zien lopen of ze zien ons rijden, we hebben natuurlijk een grotere auto dan ja, gewoon door Rolls Royce. Ja, Rolls Royce. Maar denk je dat het beeld beter wordt als je meedoet aan zo'n programma en dan juist alleen maar die auto's en zo laat zien? Denk je dat mensen dat dan denken, nou, alleen wat we laten zien. Nee. En daarom moet je ook echt gaan kijken. Want ik ga natuurlijk zeker kijken. Het wordt gewoon duidelijk gemaakt dat het niet allemaal alleen maar aankomt waaien. Gewoon zo van het zitten. Je moet er wel echt voor hard voor werken. En wij werken als familie dag en nacht. Ja. En dat willen we gewoon graag laten zien. En dat wordt volgens mij ook duidelijk uit de eerste aflevering. Wat is nou het ingewikkeldste van zo'n vakantiepark, Mark? Ik denk dat grotendeel alles wel ingewikkeld is. Ja, het gaat echt van aankomst en het schoonmaken en het onderhoud. En dan gaat het hele jaar door. Hè. In de zomer heb je natuurlijk druk. Mensen die komen en die gaan. Hè. En in de winter natuurlijk met heel het park onderhouden. Dus ja, bij ons is het echt hollen en stilstaan. En de opvolging binnen familiebedrijven, dat is ook een opvolging. Ja. we zijn natuurlijk met z'n drieën en we hebben eigenlijk altijd gewoon goede afspraken gemaakt samen.
Luister, een keer gaat het... Maar jij zit hier, die anderen niet. Ja, dat klopt. Ja, dat is ja, we hebben geloot, hè? Oh. Ah, dat was het. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, het wel en wee van jullie hele familie en hoe het allemaal gaat... is vanaf morgenavond 9:30. Dan is de eerste aflevering van Familie Gillis. Massa is kassa, te zien bij SBS6. Dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier Nadia en Pieter. Dank jullie wel allemaal. En u lekker slapen, tot morgen.